Matchbox video maken. De vierde alweer. En dit wordt makkelijk versus moeilijk. We hebben alle spullen weer klaargezet. Deze kan je online bestellen bij My Maple. En Saar die houdt heel erg van blauw. Die heeft een mooie blauwe set besteld. En Janna die houdt natuurlijk heel erg van roze. We hebben ook twee fruitbakjes erbij. Die gaan we straks ook vullen. En natuurlijk twee waterflesjes. We geven ook altijd flesje water mee naar school. Die is eigenlijk bij allebei de lunches hetzelfde. Moeilijk en makkelijk. Allebei een flesje water. Soms heb je 's ochtends heel veel tijd om een hele ingewikkelde lunch in een broodbakje te doen. Soms heb je superveel haast en dan moet je even rennen. En dan moet het even heel snel klaar zijn. Dat is meestal het geval. En daarom gaan we vandaag makkelijk versus moeilijk doen. Eén broodbak waar je even wat tijd voor nodig hebt. En eentje die lekker snel in elkaar zit. We gaan snel beginnen, maar eerst nog even een duimpje omhoog. En dan beginnen we maar met de moeilijke, denk ik. Lunchtrommel 1. We beginnen met de moeilijke lunchbox van Saar. En Saar heeft geluk, want we gaan in het grote vak van Saar, in dit vak, lekkere mini pizzaatjes maken. Het bakje gaan we ook gebruiken, het bento bakje. En hier komt straks een groene salade in. Maar dat komt straks pas. Wat heb je nodig voor de mini pizzaatjes? Nou, ik heb een heleboel klaargezet. We gaan ze maken met bladerdeeg. Ik heb even twee velletjes bladerdeeg. Wat tomatenpuree, tomaatjes, paprika, Italiaanse kruiden en wat geraspte kaas. En we hebben rundersalami. Ik ga nog een andere variant ook maken en dat is lekker met mozzarella kaas, pesto en spinazie en ook wat tomaatjes. Ik heb het allemaal even neergezet. Laten we maar gewoon gaan beginnen. We gaan lekker pizza maken. Mini pizza's. Voor de mini pizzaatjes heb je bladerdeeg nodig. En die gaan we in vier gelijke stukjes snijden, want het worden echt mini pizzaatjes. Dus ze worden zo klein als 1/4 van een bladerdeegje. Die leg ik vast op het bakpapier en kunnen we het straks makkelijk in de oven schuiven. 1, 2, 3, 4. We gaan er 4 met salami maken. En dan maken we er nog 4. Kijk, deze snij ik ook even in 4 stukken. En die gaan we straks met spinazie maken. 8. We kunnen 8 pizzaatjes maken van 2 velletjes bladerdeeg. Om de korst een beetje knapperig te houden, ga ik even met mijn vork wat gaatjes erin prikken. Dat er een beetje lucht doorheen kan. Want alles wat erop komt te liggen, daar zit natuurlijk allemaal vocht in. En we willen de bodem een beetje knapperig houden. Even wat gaatjes in alle pizzaatjes. Zo, de gaatjes zitten erin en dan komt er een beetje tomatenpuree op. Dat ga ik even alleen bij de bovenste 4 doen. Want de andere gaan we straks nog een andere variant maken. Zo. Een klein laagje tomaatpuree. Dat is gewoon zo'n klein blikje die je kan kopen in de supermarkt. Zo. En dan komt er een plakje salami overheen. Wij nemen altijd de rundersalami. Zo. Die leg ik op elk pizzaatje. Dus ik heb 4 plakjes nodig zo. En dan gaan we een tomaatje snijden. Ik heb kleine tomaatjes, want het zijn ook kleine pizzaatjes. Nou, ieder tomaatje kan wel in 4 reepjes, denk ik. En die leg je dan op de pizzaatjes. Per pizza leg ik even 2 kleine plakjes erop zo. Dus ik heb nog een tomaatje nodig. Gaan we door met paprika. Die heb ik alvast voorgesneden. Kijk, in kleine stukjes. En op elke pizza leggen we even een paar stukjes paprika. Zo. Er komt alleen nog een beetje geraspte kaas overheen. Zo, die leggen we op elk pizzaatje. Een laagje lekkere pizzakaas. Nou, de bovenste laag pizzaatjes is klaar. Dat zijn lekkere salami pizza's. Nu gaan we verder met de pizza's met mozzarella en spinazie. Maar daar gebruik ik ook lekker een beetje pesto voor. Als eerste doe ik een klein schepje pesto in het bakje. En daar doe ik ook tomatenpuree doorheen. Dus eigenlijk ga ik een soort papje maken van pesto en tomatenpuree. Dat ga ik even lekker door elkaar heen roeren. En daar ga ik de onderste pizzaatjes mee insmeren. Daar komt hij. Daar eerst een beetje smeren. Nou, hier komt ook een beetje tomaat op. Dus ik ga weer wat tomaatjes snijden. Ik denk dat ik voor elk pizzaatje een heel tomaatje gebruik. En dat ik die gewoon in 3 stukjes snij zo. De tomaat is wel heel lekker hoor, deze. Ja. De tomaatjes liggen erop. Nu gaan we overal een klein beetje spinazie op doen. Ik heb even een paar van die deelblokjes spinazie uit de vriezer gehaald en even laten ontdooien. En die kan ik nu gewoon eroverheen scheppen. Ja. En dan mist alleen nog de mozzarella. De mozzarella bolletjes die snij ik ook in 3. En die leg ik als laatste op. Ja.
Oh, en nu vergeet ik nog iets heel belangrijks. De Italiaanse kruiden. Die moeten nog even eroverheen. Een klein beetje. Ja, en nu zijn ze echt helemaal klaar. Ik heb de oven al voorverwarmd op 200 graden. Daar moeten ze een kwartiertje in. Dan kunnen wij mooi door met de salade, maar ik ga ze even eerst in de oven zetten. De pizza's, die staan nu in de oven. Die moeten een kwartiertje, dus we gaan beginnen met de salade. Die gaan we maken in een kleine witte bakje. Die bento-boxjes, die kan je erbij bestellen. Die hier gaan we de salade in maken. We hebben ook kleine vorkjes, dus dan kan ze zo lekker een slaatje eten. Wat heb ik allemaal nodig voor een salade? Deze zet ik even aan de kant. Ik denk dat ik even mijn handen ga pikken. Dan staat het er in één keer. Let op. Nou, dit heb je nodig voor een salade. Sari is gek op groene salades. En we gaan er eentje maken met tomaat, met paprika, met sla, met komkommer, met avocado, met een hardgekookt eitje, augurk en met een beetje yoghurtsaus. En dat vindt Sari om te smullen. En ik ook. Nou, we gaan het bakje vullen. We doen eerst een beetje sla erin. Niet te veel, want er moet nog een heleboel lekkers bij. En een beetje komkommer. Nou, daar is Sari ook helemaal gek op. Zo. Een beetje paprika erdoor. Heel leuk voor de kleur. En dan gaan we even wat dingen snijden, zoals de tomaatjes, want die gaan we straks ook erin doen. Zo, die leg ik even hier en die snij ik ook in kleine stukjes. En dan kan het ook in het bakje. Doe er nog een paar bij. Zo. Zo. Oeh, ziet er al lekker uit. Dan gaan we door met de avocado. Die moet ik ook nog even snijden. Ik snij hem zo even in de schil. En dan kan die zo. Oep. Ook in het bakje. Avocado is ook super gezond. Lekker veel ervan in. Het eitje heb ik al even gekookt. Die moeten we even gaan pellen. En dan kunnen we hem doorheen snijden. Zo. Die zit er ook in. En dan doen we alleen nog een beetje augurk erbij. Van die kleine stukjes, die zijn ook altijd heerlijk. Even het sap een beetje eruit laten gieten. Zo, die doe ik er ook even overheen. Een beetje verspreiden. En als laatste de slasaus. Sari houdt het meest van yoghurtdressing. Oeh, zag je dat? Het kwam een beetje eruit. Ik mix hem nog even een beetje. Hij zit lekker vol. Ik zet hem hier vast in. Hier komen straks natuurlijk de mini pizzaatjes. Die zitten nog steeds in de oven. Dus ik ga vast het fruitbakje van Sari klaarmaken. In het fruitbakje van Sari komt meloen. We hebben twee meloenen gekocht. Een cantaloupemeloen, die is een beetje oranje. En een gardiameloen, die is een beetje groen. Kijk, zo zien ze eruit aan de buitenkant. Super lekker allebei. En met deze meloenbolletjes schepper kan je er kleine bolletjes van maken. Dat gaan we proberen. Want dan komen er lekker meloenbolletjes in haar fruitbakje. In het midden zitten natuurlijk alle pitjes. Die gaan we eerst even eruit halen. Die kan je ook gewoon met dit scheppertje mooi eruit scheppen. Zo. Die pitjes eten we niet op. En nu gaan we proberen mooie bolletjes ervan te maken. Dat is altijd een uitdaging. Maar kijk, ze zien er wel. Oeh, schattig uit. Cantaloup. Zo, cantaloupbolletjes. En dat gaan we ook doen met de galiameloen. Zo, haal ik ook even de pitjes uit. Kijk, deze heeft een beetje groenig of gelig vruchtvlees. Daar gaan we ook mooie bolletjes van scheppen. En die komen er ook bij. Zo. En nog eentje, denk ik. Kijk eens even hoe lekker. Alsof ik gewoon meloenijs aan het scheppen ben. Vind je niet? Super lekker. Ik heb nog even een prikkertje erbij. Dan kan ze ze zo straks zelf lekker prikken. Per bolletje. Deze zet ik erbij. En dan gaan we kijken of de mini pizzaatjes klaar zijn. Oeh, ze zijn goed gelukt. Oh, ze zijn heerlijk. Moet je eens even kijken hoe dit eruit ziet. De pizzaatjes met spinazie en de pizza's met salami. Eigenlijk heb ik gewoon zin om zo. Maar ze moeten in de broodbak. Jammer, jammer. Zo. Oh, kijk eens even hoe deze lunchbox eruit ziet. Dit is toch heerlijk als dit je lunch is van de middag. En dit nog lekker als een fruitbakje. Nou, meer kan je niet willen. Deze is helemaal klaar. Er zijn er gelukkig nog twee over voor mij. En dan gaan wij door met lunchbox. De makkelijke lunchbox. Die moet je gewoon in 5 minuutjes in elkaar hebben. 'S Ochtends vroeg in al haast. Die maken we in de lunchbox van Janna. En daar hebben we dit allemaal voor nodig. We beginnen natuurlijk gewoon met een lekkere bruine boterham met kip.
Dan doen we in het bento bakje waar bij Saar de salade zat gewoon lekker wat groenten, wat knapperige rauwkost. In het fruitbakje komt wat fruit. En we doen er nog een klein bakje met nootjes bij. De meeste kinderen hebben gewoon lekker bruine boterhammen in hun lunchbox, want dat is gezond. Het leuke aan deze bakjes is dat je de bento bakjes erbij kan bestellen. En daar kan de salade in of wat groenten. Dat gaan we zo doen. Maar eerst even de boterham smeren. Sarah en Janna die houden allebei van kipfilet. Dus we maken een lekkere boterham met kipfilet. Zo. Kipworst is het eigenlijk. Kipgrillworst. Zo. Die snijden we even door midden. 1, 2. Hoppakee. En nog een keer door midden. De bruine boterham is al klaar. En dat komt goed uit, want we hebben natuurlijk haast. Want dit is de snelle box. Het broodje zit erin. En nu gaan we snel door met de groenten. Voor de groenten heb ik een wortel, een stuk paprika en komkommer. Vinden ze alle drie lekker gelukkig. Dus ik ga als eerst even de paprika in lange reepjes snijden. Zo, een aantal reepjes paprika. Die leg ik alvast in het bento boxje. Dan gaan we wat stukjes wortel erbij maken. Meestal doe ik dat even met de kaasschaaf. Gaat lekker snel. En dit was de snelle box, hè? We hadden geen tijd. We hebben ons al verslapen, moeten snel naar school. Hoppakee. Maar een worteltje maken, dat kan altijd nog wel even. Zo, daar maak ik ook even lange reepjes van. Zo. Nu alleen nog de komkommer. Die schillen we ook even snel. En die snijden we ook in lange repen. En die kunnen er ook bij. Zo, nog even de komkommer erbij. En dan zijn de groenten ook klaar. Hier kan het dekseltje zo op. En dan gaan we door met een bakje met nootjes. Ik heb gekozen voor pistachenootjes, want die vindt Janna het lekkerst. Saar die houdt het meest van cashewnootjes. Of van een soort notenmix. Oeh, oh, een beetje veel. Deze moet natuurlijk nog wel even gepeld worden. Dus daar heeft ze nog wel even een klusje aan. Maar ze zijn gezond en lekker. Die doen we in het bakje. Dichtdraaien. En die kan ook. In de lunchtrommel. Nou, ik heb de broodbak al helemaal klaar. Dat ging super snel. Heel snel nog even door met het fruit. We gaan wat besjes erin doen. En een paar aardbeien. Dan haal ik nog even snel de kroontjes vanaf. Altijd lekker aardbeien. Zo, en nu stop helemaal de tijd. Ik heb een gezonde broodbak en een fruitbakje in hele korte tijd gemaakt. Nou, alsnog ziet het er super lekker uit. Het is super gezond, het is super snel. Dit kun je eigenlijk gewoon elke dag doen. En heel af en toe doen we er ook nog een knijpfruitje bij. Dus die doe ik ook nog even bij Janna erin. Nog wat lekkers. Die kan mooi zo aan de zijkant. Nog even een flesje water erbij. Want dat hoort natuurlijk ook bij een gezonde, lekkere lunch. En dan zijn ze klaar. De moeilijke lunchbox, de makkelijke lunchbox. En het ziet er gewoon geweldig uit. En ik denk dat Saar en Janna boffen vandaag op school. Ik vond het weer leuk om met jullie een lunchbox video te maken. Geef nog even een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal onder deze video. Doei!